Dit is de vogelkijkhut op het Skrok bij Wommels. Grutto's. Er zijn er een paar honderd. Het zijn grutto's en roze grutto's. En het grootste verschil is dat de roze grutto iets kleiner is. Toen was er paniek. Er zitten ook kemphanen tussen. Het lijkt wel of er een kemphaan een pootje mist. Er zit ook een camper aan het water te bunkeren. Voor wie het nog niet weet, dit zijn kluten. Thank you.
Achter de vijver staat een zilverreiger. Bergeenden zie je steeds vaker. En de meerkoet kent iedereen natuurlijk wel. Die roofvogel lijkt me een kiekendief. Nou, heeft hij iets? Deze roofvogel zit aan de oostkant van het Stekermeer. Waarschijnlijk ook een kiekendief. Heel bekende watervogel, fuut. Er zijn auto's die er snel tussen 400, maar uit de jaren 90, dus dat, dat valt ook wel op. Maar de merels maken daar een ander geluid. Dat had ik. Ik bedoel, dat is wat vaker zo bij bepaalde veldjes.
als een bus. Ja, ja. Nou, we zijn net, kijk, die twee voeten die zijn aan het elkaar verschillen. Maar is inderdaad, ik heb onwijs veel kanaries gezien. Ja, en ze hebben het hele tijd in de schoot. Die voeten hebben gewoon wat modder, wat planten. Ja. Ook dit stel rijen zijn vlakbij het Snekermeer. Dit natuurgebied de oude Meerden bij Leeuwarden. Dit zijn koningspaden. Er loopt zelfs een koe tussen. En iedere keer als ik hier kom, dan is er wel zo'n beestje bij me.
het zit hem te jeuken. Terug bij het natuurgebied Het Skrok en we zien hier lepelaars. Ik zit er tegenaan te kijken. Kijk. Dit is hier bij de oostkant van het Snekermeer en daar komt een ooievaar over vliegen.
Hoi. Hier hebben we zowaar nog een wulp. Daar is er nog een. Stel het je tafel eenden aan het duiken.
Hier hebben we de bijbehorende woerd, maar die heb ik niet zien duiken. Deze kiekendief is vlakbij Wiewoerd aan het jagen. Een beetje een vreemde gans. Ik dacht eerst een Indische gans, maar die is het niet. De afstand is een beetje groot, maar het lijkt een Indische gans. Natuurgebied het Zwin, tussen Harig en Eelehuizen. Hier zit een rietgors in de boom.
Dat is een rietgors. En nogal een rietgors. Goed opletten, een blauwborst op de grond. Twee bergeenden in gezelschap van ganzen.
Boven. Als je goed kijkt, dan zie je ze zitten. Hier is het dobberen met z'n allen. Ja. Rustig afwachten tot ze weer hebben. Ja. Zagen we net een blauwborst op de grond voorzoeken. Hier zien we het een rietgors doen. Iets minder spectaculair natuurlijk. De Westhoek bij de Waddenzeekust. En weer prachtig mooi een blauwborst in beeld. Een paar kilometer verderop, waar is Zwarte Haan? De Zwarte Haan. Sommigen klagen dat er te weinig schoolhekster zijn. Hier zitten ze. Thank you.
een blauwe reiger in de afvoergeul van gemaal Miedema. Dat lijken me allemaal bergeenden. Dat is het meest westelijke puntje van Ameland. Dat is een ware tureluur. Ja, zeker. Kom maar doen, hoor. Dan moet ik beginnen. Kom, zo is dat. Nou, hoe gaan we?
binnen. Ja, dan ga ik volgens mij ook op de stroom hier. Ja, ik ga het zo. Hier, ik maak er een trekker. Ja, dat is goed. De bol zijn er aan, maar. Ja. Dat was uit de slot toch. Wat je gewoon met haar bent daar. Dat je van alles voelt. Ja. Iedereen gaat maar zo gewoon af. Ja. 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 Dan sta jij niet in de energiecompensatie geweest, hè? Dan moeten we de beurs. Ja, ja. Er liggen ook nog een Ierland ertussen, hè? Met het ja, geen enkele Ierland. Er liggen soorten Ierland ertussen. Heb je nog een Nederlander, hè? Ja. Ooit de gemeentelijke vuilstortplaats. Nu burgemeester Rasterhofpark in Sneek. Dit zijn Schotse hooglanders. Wat een blauwborst en een rietgors kunnen, dat kan een witte kwikstaart ook. Thank you.
Dit is waarschijnlijk een boompieper. Nou, wie het weet mag het zeggen.